Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Stel weer bijna een week in quarantaine les in. Echt? Het gaat echt best wel snel eigenlijk. Ja. Wat we eigenlijk over het algemeen doen. Opstaan, rustig, eten en dan vertrekken we eigenlijk naar kantoor. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar bij ons kantoor is echt letterlijk niemand aanwezig behalve wij. En dan gaan we daar een beetje podcasts opnemen, video's voor Nessie op zijn kanaal vooral eigenlijk. En zo houden we ons een beetje bezig. In de avond komen we lekker naar huis. Gaan vaak Netflixen, even snacks maken, lekker koken, Mokro Mafia kijken. Dus als je af en toe er zo uitziet, we maken ons letterlijk klaar om naar kantoor te gaan waar niemand is, behalve wij. En we gaan zo dus echt een heel leuke video opnemen. We gaan namelijk een French quiz opnemen met de volgers van Nessie. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat wordt. Ik had dus een tijdje geleden, had ik dus zo'n French spel voor Nessie gekocht. En die gaan we dus nu doen met onze volgers. Boodschappen bij Albert Heijn, be like. Even spulletjes voor op ons kantoor. Lekker hoor, Nes. We hebben echt zoveel geluk. We waren net bij de Albert Heijn. En toen ging een brandalarm af. En toen moesten we allemaal het Albert Heijn uit. En hebben we nog steeds geen boodschappen. We kunnen niks. Oh, we moesten nog bijkomen, jongen. Even snel uitleggen wat er net was gebeurd. We waren naar Albert Heijn gegaan en we waren eigenlijk bijna klaar met onze boodschap voor ons kantoor. We waren klaar. Ja, we waren echt klaar. Gewoon echt een laatste blikje Cola Zero wil hij pakken en opeens ging het alarm af. Toen dachten we, oh nee, het zal wel weer vals alarm of zo. En toen zei iedereen, toen riepen al die medewerkers opeens van, allemaal uit! Naar buiten, naar buiten. Allemaal naar buiten! Er is zeg maar al zoveel paniek. Ja, er is nu al zoveel paniek. Dus je zag mensen ook echt in paniek gewoon snel naar buiten lopen. En het grappige van allemaal was, Nessie bleef gewoon staan van, what the fuck, are you kidding me? Ik was gewoon klaar met mijn boodschappen. En ik zeg, Nes, we moeten weg, we moeten weg. En Nes dacht echt van, ik wilde gewoon niet weg. En toen hebben we onze boodschappen tas daar achtergelaten. En toen zijn we weggegaan. Mijn statiegeld is daar nog. En Nes baalt, want we hadden al onze flessen meegenomen. 1,50 euro, man. Het duurde best wel lang, dus we zijn daarna naar de Jumbo gegaan. En hebben daar onze boodschappen gedaan. En nu rijden we alsnog naar ons kantoor. Trouwens, aangezien we nu toch niet meer kunnen sporten in de gym en zo, heb ik al ons abonnement afgezegd. Nessie heeft 2 abonnementen bij het gym. Dus die heb ik gewoon afgezegd en die voor mezelf ook. En ik heb mezelf daarna maar getrakteerd op een home trainer. En die heeft Nessie dus echt met heel veel moeite gisteren in elkaar gezet. Gaat goed, Nes? Gaat goed, schat? Ik wil stom zien aan het trainen. Het is warm. Zet de verwarming aan? Stom. Ging het goed? Het ging wel, maar het was gewoon irritant. Maar daar ben ik wel blij om, want nu hoef ik ten eerste minder te betalen. En ten tweede heb ik gewoon lekker een fiets thuis. Dus kan ik lekker Netflix kijken en dan lekker op de fiets. Op kantoor en wij gaan zo starten met de French quiz. En Nessie vond het heel erg grappig om mij de vragen te laten stellen. Omdat ik dus echt zo slecht Engels kan en de vragen zijn allemaal in het Engels. En ook nog echt moeilijk Engels. Dus ja, een beetje humor erin. Dit is onze mini koelkast. Op kantoor hebben we lekker fruit, Cola Zero. Ik heb dit gehaald. Dan gaan we straks een pokeball maken. Wortel. Sla. Pokeball saus, maar ja goed, we moesten daarna naar de Jumbo en nu hebben we deze gekocht voor over. Voor bij de Pokeball. Ik denk dat die wel lekker is. Spicy samba. Avocado. En hier rivierkreefjes. Ik wil eigenlijk zalm, maar die waren 5 euro, vind ik gewoon veel te duur. Dus heb ik rivierkreefjes gehaald. En we hebben dus kipknakworst gekocht. Met daarbij heerlijk brood. Dus we gaan nu lekker hotdogs maken. Dit is echt survival. Dus wat je gaat doen is gewoon de hotdogs met water in een bord. Opwarmen in een magnetron. Oh, ik heb hier echt zo erg zin in. We hebben nog niet eens ontbeten, hè? Besef het even. Lekker? Het is wel echt ketchup, hè? Oh, vader. Nicola? Graag, ja. Het is goed, hè? Guys, ik ben nu een soort van pokeball voor mezelf aan het maken. Lekker wortel, mais, courgette en avocado. Saus eroverheen. Nu gaan we een pokeball maken voor Nessie. En dit is Nessie's pokeball met kip. Ik heb geen bestek gekregen. Je gaat opstaan, jongen. Jij gaat echt opstaan. Kom, alles te doen hier gaat hij zeiken, hè? Nee, dat doen we niet. Pak maar zelf. Mijn vader deed dat vroeger ook altijd, hè? Als wij hem zeg maar eten brengden. En wat deed je moeder dan? En wat deed je moeder dan? En ze deed precies, ja, dan sta je zelf maar op. Hele goedemorgen. Het
is vandaag zaterdag, zondag. En ik ben vandaag voor het eerst eerder wakker dan Nessie. Normaal gesproken zei ik zo'n vroege vogel. Maar ik dacht, laat ik vandaag even vroeg wakker worden. Want ik moet vandaag een paar samenwerkingen opnemen, afronden en sturen naar de klant. Dan heb ik straks niet aan het einde van de dag stress. En ik moet ook nog editen vandaag, zodat mijn vlog ook op tijd online komt. Dus ja, ik ga gewoon even lekker snel koffie zetten. En dan ga ik starten met mijn dag. Even lekker douchen. En dan klaarmaken. Zo, ik kom net uit de douche. En aangezien we alle tijd van de wereld hebben tegenwoordig, neem ik ook veel meer tijd om mijn huid te verzorgen. En haarmaskers in te doen en zo. Dus dat ga ik nu ook even doen. Even snel mijn gezicht reinigen. Dan doe ik even een maskertje op. Deze heb ik laatst in een PR-pakket gekregen van Freeman. En die hoef je maar 10 minuutjes op te doen. Dit is een anti-stress kleemask. Aangezien ik toch moet wachten tot mijn masker een beetje hard wordt, wil ik nog even met jullie kletsen. Ik moet heel eerlijk zeggen, jongens. Ik heb de laatste 2 dagen heel veel naar het nieuws gekeken. En heel veel in de gaten houden. Omdat ik dus ook vriendinnen heb die heel wat mij appen van: oh, heb je dit al gelezen? Heb je dit al gezien? Of heb je dit al gehoord? Ja, al die updates rondom het coronavirus. Ik word er echt gewoon heel erg paniekerig van als ik me daar echt 24/7 mee bezig hou. En ik heb mezelf dus echt beloofd om dat gewoon niet meer te doen. En ja, ik wil wel up-to-date blijven, maar dan doe ik gewoon, ik heb met mezelf afgesproken om alleen in de avond even te kijken van wat er allemaal is besproken en zo. En alle updates en zo, maar dat ik daar niet zeg maar de hele dag mee bezig ga zijn. Want ik word daar echt gewoon heel erg paniekerig van. En eigenlijk was ik hier heel kalm onder, maar als je dus dan ziet dat mensen om je heen ook best wel paniekerig zijn, dan neem je dat ook over, het gedrag. En dat wil ik niet. Kijk, ik heb sowieso niet gehamsterd. Ik heb alleen mijn normale boodschappen gedaan. En onze boodschappen zijn, en wij moeten nu eigenlijk alweer bijna boodschappen doen. Ja, ik heb gewoon met mezelf afgesproken om hier gewoon rustig onder te blijven. Wij kunnen sowieso niet zoveel veranderen behalve we thuis kunnen blijven. En afstand houden van andere mensen die bij elkaar op bezoek gaan. Of weet je, afspreken met mensen. Dus dat is allemaal onnodig nu. Ik zie ook alleen natuurlijk Nessie en mijn katjes. Meer dan dat kan je niet doen en heb je ook verder niet in de hand. Dus ik hoop eigenlijk dat mijn volgers zich ook echt goed aan de maatregelen houden. Want ik heb dus gisteren gezien dat mensen echt weer naar de parken gingen. En naar het strand. En naar de bos. Waar echt heel veel mensen zijn. En ik wil jullie eigenlijk gewoon vragen om dat niet te doen. Ga lekker thuis blijven. Hou je bezig. Koop een fiets voor jezelf als je even beweging nodig hebt. Ga andere dingen doen. Ga lekker koken. Ga schoonmaken. Nu heb je zoveel tijd om schoon te maken. Om alles te organiseren. Ga Netflix kijken. Koop lekker chips voor jezelf. Ga lekker snacken. Doe een masker op. Ik doe het echt bijna nooit. Maar nu heb ik er tijd voor. Doe gewoon alle dingen waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt. Dat wou ik nog even melden. Ik denk dat mijn masker nu hard genoeg is hoor. Ik ga hem even afwassen. Ik heb me net klaargemaakt zoals jullie kunnen zien. Oh, ik ben heel erg blij met deze look. Ik hou toch wel van een lipglossje op mijn lippen, merk ik. En ik doe dat steeds vaker. Ik ga zo even starten met mijn eerste samenwerking te filmen. Die moet ik vandaag opsturen. Dus ik ga even alles klaarleggen. Want dan zie je zo'n fiets en zo op achtergrond. En dan ga ik starten met filmen. Want ik heb niet zoveel tijd. Het is inmiddels al 3 uur. De eerste samenwerking dat ik moet filmen is deze beautybox. Die moet ik unboxen. Er zitten echt zoveel leuke dingen in, I can't. Waaronder dus het maskertje wat ik vanochtend heb gebruikt en jullie heb laten zien. Ik ben klaar met opnemen. En ik ga me nu even klaarmaken voor een andere samenwerking. En die is voor Naked. Dan moet ik even een shoplog opnemen voor op mijn Insta stories. En 1 foto. En die moet eigenlijk Nessie maken. Dus ja, let's go. Even snel alles doen nu het nog licht is. Want anders heb ik straks echt een probleem. En dan heb ik weer donkere belichting. Moet ik weer allemaal lichten overal zetten. En dat vind ik meestal eigenlijk veel minder mooi dan gewoon met daglicht. En ik moet straks ook nog mijn vlog editen. Guys, ik ben klaar met alles. Ik heb alles opgenomen. Ik ben echt vet, maar ik kan nog steeds niet ontbeten. Nessie is gelukkig thuis. Ze heeft me geholpen met de foto. En dat is ook gelukt. We hebben van die ovenkroketjes gekocht. Ik heb even in de oven gedaan. En dan gaan we lekker een broodje kroket eten. Wanneer je graag een broodje kroket wil, maar je hebt geen normale brood thuis. Dus je gaat het in een pita broodje doen. Deze moeten ze ook in de oven. Yes. Nessie heeft onze broodjes gemaakt. Yes. Onze pita broodjes met kroket. Lekker. En natuurlijk moet er altijd mosterd op. Ik heb hem weer even klaargemaakt. Nessie heeft zo een afspraak.
En ik ga alleen naar kantoor vandaag. Dat is de eerste keer dat het voorkomt dat ik alleen naar kantoor ga. Maar ik moet echt heel veel editen. Ik moet de samenwerking editen. En ik moet de vlog vandaag nog editen voordat hij online komt. Dus ik denk dat ik echt minimaal 4 uur aan het werk ben. Ik ben altijd zeg maar tot mijn neus in je. Wat zei jij trouwens tegen mij? Dat je zo'n streep hebt. Dus wat voor streep dan? Welke streep bedoel je? De blinkende. Je moet hem denk ik iets meer uitvegen. Guys, wij zijn op kantoor. Nesme is even meegegaan. Hij moet zo weg. Ik ga even mijn werkplek een beetje voorbereiden. Alleen maar editen. Het is zo'n lekker weer buiten. Echt niet normaal. Ik wil eigenlijk echt heel graag wandelen of zo van een van deze dagen, Nes. Echt? Kantoor? Ja. Zo afgelegen plekken gewoon wandelen. Ik vond het echt zo mooi uitje vandaag buiten. Opeens ga je andere dingen waarderen. Vind je niet? Heb je het ook niet? Net zoals ook al. Je gaat opeens heel andere dingen waarderen. Maar ik denk dat ik bij deze ook de vlog moet afsluiten voor vandaag. En ik hoop echt niet dat die echt mega kort is. Want ik heb heel weinig gevlogd. Sorry daarvoor. Maar ik ga morgen weer even alles goed aanpakken. En goed vloggen. En jullie laten zien hoe wij elke dag eten. En hoe ik kook. En schoonmaak. En alles organiseer en zo. En ik hoop dat jullie er een beetje met plezier naar kijken. Maar dan zie ik jullie heel graag woensdag weer. Doei!